30 euro. Ik ben echt een beetje zoek. Wat denken jullie? Wel doen of niet doen? Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik op zoek naar herfstoutfits. Ik ga deze week een midweekje weg naar Zandvoort. En daar ga ik jullie dus mee naartoe nemen. Ik denk dat we ergens daar in de buurt gaan. Ik heb nog geen idee waar, maar jullie gaan het zo zien. Allereerst wil ik de bank Bunk bedanken voor het sponsoren van dit kleine stukje van de video. En voor degenen die Bunk nog niet kennen, Bunk is een jonge, duurzame en een geheel mobiele bank. Jullie weten dat ik veel bezig ben met duurzaamheid, door vintage shoppen, veel met budget bezig ben bijvoorbeeld. En natuurlijk mental health. Wat ik dus zo goed vind aan Bunk is dat ze erg bezig zijn met het milieu. Ze zijn bezig met hoe jij het beste je geld kunt besparen. En ook het besparen van tijd. Zoals je kunt zien, echt een hele lijst. Ik zal alle info sowieso hieronder in de beschrijving zetten. Ik zei net al dat ze heel erg bezig zijn met het milieu. En dat doen ze onder andere door wanneer iemand bij Bunk 100 euro uitgeeft via de Bunkpas. Dan planten zij dus een boom. En ze hebben inmiddels al meer dan 1 miljoen bomen geplant. Echt sick. En ik vind het zoiets goeds. En ze hebben nog heel veel meer dingen die ze doen voor het milieu. Daarnaast heb je ook echt super leuke kortingen met Bunk. Onder andere met Booking.com. Bij elke booking die je maakt krijg je 4% van je geld terug. Dus echt vet nice. Ze hebben ook kortingen met tickets en nog veel meer. En ja, ik ben heel erg blij dat ze met mij willen samenwerken. En wij gaan nu met mijn Bunk betaalpas gaan wij naar Zandvoort. En dan neem ik jullie mee naar twee kringlopen. Ik heb er ontzettend veel zin in. En let's go! Dit is het kledinggedeelte. Best wel veel. Helemaal hierdoor. Oeh, tassen daar. Waar moet ik beginnen? Heel leuk deze. Cute, hè? Mijn moeder. Oh, het sluit wel mooi aan. Hij heeft een beetje een blazer formaat. Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Misschien een beetje gek op zo'n jurk, maar nee, echt heel leuk. Deze is ook heel leuk. Wat vinden we hiervan? Oh, heel leuk hoor. I like it. Oh, dit is echt val. Dit zijn echt valkleuren. Oeh. My god, I love it. Als je dit aandoet met een mom jeans, perfect. Dit zijn ook wel echt herfstkleuren. Ik zag net deze. Echt heel mooi. Kun je zien de kleur? Beetje slecht licht hier. En deze zag ik. Heel mooi. Cute. Dus deze. Er staat geen prijs op, maar wel heel leuk. Oh jawel, hier. Hij is 25 euro. Hoe kan dat? Is het kashmir of zo? En deze, hoeveel is deze? 5 euro. Echt qua jas en zo is het hier echt top. Alleen ik vind ze best wel duur. Kijk, 25 euro. Voor een kringloop. Ik heb inmiddels een paskamer en ik heb een aantal dingen. Love deze vintage blazer. Dan heb ik deze trenchcoat van Stradivarius. Kijk, geweldig.
En deze hele mooie trui. Het is dan zo van wol. Ja, ik weet niet wat het is, maar gebreid in ieder geval. Ik vond het wel cute of zo. En dan heb ik nog dit hele leuke leren rokje. Ik vind dat echt iets voor de herfst. Love it. En ik vond het wel heel erg leuk. Deze trui en die tas. Bam. Jongens, I'm in love. Deze trui is echt zo nice, oversized. Zo'n mooie crewneck. Zo lekker, herfsty, cozy. En ik vind het leren rokje ook echt super leuk. En ik vind deze outfit ook echt super leuk met mijn Dr. Martens. Echt heel nice. De trui is 5 euro. Deze is ook 5 euro, dus nog niet. Deze gaan sowieso mee. Ja, dit is de trenchcoat. Ook echt heel cute. Ik vind hem nu voor de tijd, zeg maar, nu iets te kort. Het is wel gewoon even een cute trenchcoat. Het enige wat jammer is, is dat de riem mist. Maar verder wel echt heel nice. Hij is dus van Stradivarius. En deze is 10 euro. Ik heb nu deze trui aan. Echt heel mooi. Echt heel mooi. Dit is toch echt. Hij is ook echt super mooie kwaliteit. En ja, I love it. Heel chill. Ja. Het enige jammer van deze trui is dat hij 25 euro is. Wat vinden we hiervan? I love it. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind dit ook cute of zo. Je ziet niet heel erg dat het een vest is, vind ik. 30 euro. Ik ben echt een beetje shook hoe duur deze kringloop is. Het is een kringloop. En dan denk ik van deze is 15. Dan is die jas 10. En dan vraag je voor dit 30 euro. Ik heb deze even nog één keer aangedaan. Want ik vind hem echt te mooi. Ik ga het even opzoeken. Het merk heet Gispa. Er zit een vlek op. Gispa kleding. Oh, daarom is het wel duurder. Het is exclusief Italiaans. 100% wol. Double face. Dat is het. Ja, ik vind de blazer dus echt heel erg leuk. Misschien net iets te oversized. Gewoon super mooi hoor. Ik vond dat ze verder niet heel veel kleding hebben. Maar ja, wat ik heb gevonden vind ik wel echt super mooi. Wat denken jullie? Wel doen of niet doen? Dankjewel. Wij zitten weer in de auto. Echt verder even zonder mondkapje. Even handen gewassen. Echt heel fijn. En wij gaan nu naar de tweede Noppes. Er is er dus nog één hier in de buurt. Dus we gaan daar nu heen. Ik vind wel, voor mij is dit wel de minst leuke Noppes die ik heb bezocht tot nu toe. Dus ik ben benieuwd wat de volgende is. Er zaten best wel veel kerstdingen en best wel een beetje oude spullen, zeg maar. Maar ja, ik ben toch wel echt geslaagd. En we gaan dus nu naar de tweede Noppes. Yay! We zijn nu bij de tweede Noppes. En ik vind deze echt wel een fijne sfeer hebben. Ik kom dus daar naar binnen. En ik zag dus hier allemaal schoenen. En ik zie deze. Oh my god. Geen idee of het er staat. Maar het is maat 35. En ik heb maat 35-36. Dus ik ga ze toch proberen. Het is niet echt hers, maar heel mooi. Wij zijn op zoek naar truien. Voor de herfst. Oeh. Mooi. Oh, nice. Oh, dit is echt zo'n chille. XS. Love to lounge. Die is nice, hè? Mama die vindt net deze broek. En het is zo'n corduroy broek. En ik weet alleen niet hoe de fit is. Maar het is sowieso het proberen waar. Ik hou wel echt van corduroy. Het is ook wel echt herfst outfit. En 55. Ik had deze ook vroeger. Cute. Ook
heel nice. Hij past. Alleen hij is hier, zie je? Hij is iets te groot. Maar als je dus een ring doet, dan is hij echt perfect. Zo zie je de broek beter. Ik heb even de stoel geschoven. Dit is dus een trui van Costus. En ik vond hem echt heel mooi. Maar nu ik hem nu zo aan heb, denk ik... Ik vind dit best wel irritant dat dit zo hier hangt. Het is best wel zwaar. Maar ik vind hem wel heel mooi. Die broek. Oh my god. Love de broek. Even mijn haar in de knot gaan. Ik had deze trui had ik bij de mannen gevonden. Heel nice. Hij is 4,50. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, deze kleur op camera. Maar het is een soort van... Nee, je ziet het helemaal niet goed. Het is meer... Even kijken. Een soort blauwig. Blauw-groen. Ik weet ook niet zo goed wat voor kleur het is. Maar ik zag dus deze blouse bij de mannen. Ik was gewoon verliefd. En mama zei... Ja, het is te groot. Het is te groot. En dan zo in die corduroy. Ja, ik vind het lookie. Look at that. En kijk, doe je een handtasje. Huts. En haaien. Dit is toch cute? Oh, ik vind het zo leuk. Nou. Look at that. Yay, oh my god, heel leuk. Want kijk, dit is dus eigenlijk de blouse. Dit is dus wat jullie niet zien. Dit is dus de blouse. Maar hij is 5 euro. Nou, deze gaat echt mee. I'm obsessed. Nou, jongens. Jongens. Ik ben normaal echt gewoon helemaal niet van de blouse. Ik kan deze ook wel open doen. Ik vind hem zo'n mooie kwaliteit. Wacht, ik weet niet of je het kunnen zien. Maar kijk. Hij heeft dus van die soort ribbels. Ik heb een beetje van die kimono vibes. Een beetje ervan. Oh. Ja, man. Weet je, size doesn't matter. Ik kan het zelfs als jurkje doen. Ook heel cute. I'm in love. I'm in love. Ze staan perfect. En ik vind dit heel mooi. Dat vierkante. Ja. Inmiddels ben ik weer thuis in mijn eigen huisje. En ik was helemaal vergeten om in Zandvoort te filmen wat ik nog had gekocht allemaal. Nou, allereerst nog deze super mooie laarzen die jullie ook aan het einde hebben gezien. Super mooi. Ik vind echt nooit schoenen in mijn maat in de kringloop. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze waren 7 euro, dus dat is echt top. Vervolgens kocht ik nog deze blouse. En dit is van dit merk. Ik weet niet eens of het een bekend merk is. Maar in ieder geval van de mannenafdeling. En ja, ik vond hem echt heel erg nice. Dus deze. Natuurlijk heb ik nog bij de eerste kringloop de trui gekocht. Die ben ik ook echt super blij mee. Echt heel erg fijn voor zowel de herfst als de winter. Vervolgens nog de corduroy broek. Heel erg blij mee. Dus die heb ik ook nog gekocht. En als laatste heb ik nog deze blouse gekocht. Die jullie in de tweede kringloop zagen. Dus ja, dit was het. Heel erg blij mee.